Dat er in de regio Nijmegen veel gefietst wordt, was al bekend. Maar ook internationaal wordt dat nu gewaardeerd. Donderdagmiddag werden in het Openluchtmuseum in Arnhem de plannen gepresenteerd voor Velo City, 's werelds grootste fietscongres. Van 13 tot en met 16 juni staat de regio Arnhem-Nijmegen volledig in het teken van fietsen. We hebben het congres kunnen krijgen omdat de organisator, de Europese fietsersorganisatie, heeft geconstateerd dat we hier al heel veel mooie stappen hebben gezet in Nederland, maar specifiek in ons gebied, bijvoorbeeld rondom snelfietsroutes. We hebben echt een nieuw concept bedacht hoe de fiets eigenlijk in plaats van de auto komt, dankzij de opkomst van e-bike en echt hele mooie snelle fietspaden. De samenwerking, we hebben een kracht om iets samen te organiseren, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik bedoel, je kunt mooie dingen doen, maar als je geen congres kunt organiseren, dan lukt het ook niet. Nou, die combinatie heeft gemaakt dat men vond om het in Nederland nu voor het eerst te organiseren. En met name ook bij ons in onze beide steden. Daar zijn we ook heel erg trots op dat die keuze zo is uitgevallen. Nou, ze zullen in ieder geval verbaasd zijn hoe er allerlei tenten bij de vereniging komen te staan. En langs de schuik van de Tonsingel een enorme grote fietsparkeerplaats komt. Want al die deelnemers die gaan uiteraard gebruik maken van de fiets. Dus die uitschaling is mooi, maar veel belangrijker is nog, er komen ook tal van evenementen omheen. Scholen gaan er aandacht aan besteden. Er worden evenementen georganiseerd met tentoonstellingen in de stad en bij ons, maar natuurlijk ook in Arnhem, hè, want we doen het wel samen. En veel belangrijker is, het congres moet goed verlopen. Als daar goede resultaten komen, gaan we natuurlijk over jaren ook daar weer van profiteren. Daar merk je dus niet gelijk in juni iets van, maar uiteindelijk natuurlijk wel. Want waarom hou je een congres? Om kennis met elkaar te delen en de samenleving een stukje beter te maken. In dit geval de fietssamenleving. Nou, we zijn heel erg trots dat onze koning Willem-Alexander de opening zal verzorgen. Onderdeel van de opening zal ook zijn dat hij daarna met een aantal van ons een stukje over het Rijnwaalpad gaat fietsen. En dan krijgt hij uiteraard ook uitleg over wat betekent dat nou, zo'n fietssnelpad. Hoe zijn we daarmee bezig? Dus we zijn heel erg vereerd en trots dat hij de opening wil verzorgen. Wat ook aangeeft de betekenis van dit congres. Dit is echt een heel belangrijk congres.